doen we niet altijd. Dus nee, jullie worden nagelschlakt. Dit is nu nagellak, maar dat is gewoon voor gezelligheid. Stichting Jasmin krijgt een tweede pand. Naast het gebouw aan de Brouwersgracht in het centrum komt er nu ook een vrouwencentrum in Eskamp. De stichting verzorgt onder meer cursussen voor vrouwen om hun talenten te ontwikkelen. Ik ben heel erg trots, meer dan dat kan ik niet zeggen. En dat er na een droom van 5 jaar dat het werkelijk is geworden, ja, dat is heel mooi. Zoals je kan zien hebben wij hier een workshop, maak je mooi met Jasmin. Vrouwen die kunnen ze dag voor de feestje opmaken. Dit is een kamertje wat nu feestelijk is ingericht, maar normaal zitten hier gewoon tafels wat vrouwen kunnen ontmoeten. Met elkaar in gesprek, maar ook voor de trainingen en taal en de workshops. Hier hebben we nog een locatie voor kleine groepen. Die kunnen we ook inzetten voor trainingen en voor cursussen. Waarom een tweede pand? Voor vrouwen die niet in staat zijn met een kleine beurs om de afstand te overbruggen naar Brouwersgracht. Voor die vrouwen die dan echt willen richting werk, opleiding of vrijwilligerswerk, willen we iets betekenen. Stichting Jasmin gebruikt het pand nu om vrouwen uit de buurt met elkaar kennis te laten maken. Het is, we hebben een maand lang openstelling van, nou ja, doe leuke dingen, leer Jasmin kennen. Maar dit doen we niet altijd. Dus nee, jullie worden nagelschlakt. Dit is nu nagellak, maar dat is gewoon voor gezelligheid om ook een maand lang met elkaar kennis te maken onder laagdrempelige activiteit. En wat gaat de toekomst brengen? Nou, dat weet ik niet, maar dan misschien landelijk uitrollen, want daar is ook vraag naar. Vrijdagmiddag werd het gebouw feestelijk geopend door de stadsdeeldirecteur.